face in your face. Hallo tickets, welkom bij deze nieuwe video. En vandaag ga ik aan jullie onze nieuwe varianten van t-shirts laten zien. Die we op Roblox hebben gedaan. Ja, we hebben heel veel t-shirts gemaakt. Dus we gaan naar de kant van Margot. We zien haar al in de t-shirt. Dus ik heb zelf geen Robux bijna meer. Dus ik kan geen t-shirts bijna meer kopen. Want we hebben echt al veel t-shirts. We gaan naar de t-shirts. We gaan naar de shirts. Dus kijk, ze heeft een leuke. Dus M&M is een kanaal van Margot. En haar kleine zusje. We hebben een video met haar kleine zusje ook. Jan. En dat is ook een fan t-shirt van die twee kanalen. Dan gewoon nog een M&A t-shirt. Dan de beste KitKat in de wereld. Ja. Zo eentje. Ik heb die denk ik ook. Dus ja, er zijn heel veel. Dat is de duurste M&A en al. Meisjes t-shirt van 20 Robux. Dus we gaan even eens kijken hoe dat, welk allemaal ik in heb. Van M&A. Dus eerst gaan we eens kijken naar mijn inventory. Dus de eerste t-shirt die ik zie in mijn inventory van M&A is... Als ik deze grote... Is deze t-shirt. Ik vind die wel redelijk leuk. Dat is de duurste. Dus met zo'n tasje en vleugeltjes. En van voor staan onze skins. Echt wel mooi. Dan hebben we... Wat hadden we er nog gemaakt? Deze fire t-shirt is ook wel echt heel leuk. De KitKat. Ik vind hem echt heel leuk, hè? Dan hadden we deze gemaakt. Die is ook wel echt leuk. En achter staat onze mannetjes erop. En hier een menu van gewoon. Dan nog zoiets. Dat is van een leuke mamakostuum. Die staat trouwens erop. En dan hebben we nog deze menu van t-shirt. Zo. En er staat de beste KitKat in de wereld. Ik kan het proberen te lezen. Zo. Ik vind het hoofdstuk wel echt heel mooi. Ja. En er zijn er nog heel veel. Dus ik ga jullie laten zien wat je met deze doet. Dat is het trouwkostuum dat we hebben gemaakt. En als ziet er zo weer zo uit. Dus als je deze shirt uitziet, dan heb je nog steeds wel zo'n kostuum. Maar je kan ook die shirt dan aandoen en dan ziet het er nog cooler uit. Ja. Uiteraard. Ja, dus. Maar ik hoor even nog iets. Maar iets heel leuk. Ja. Ja, hier nog een. Dus we hebben twee trouwkostuum. Dus ook voor trouwkostuum voor een meisje. En dat ziet er allemaal weer zo uit. Dat is eigenlijk een soort van kleedje. Snappen jullie? Dus vergeet niet te abonneren en te liken. Tot de volgende video. You are dead to me, 'cause what you said to me.